Welkom bij de 9.3 Biocast over de regeling van de hartwerking. INBINAS 84D zie je deze afbeelding van de systole en de diastole van de kamer en de boezem. En je ziet dat daar een vertraging van 14e seconde zit tussen de boezemsystole en de boezem- en kamerdiastole. En dat is bij een hartslagfrequentie van 75 slagen per minuut. En de onderste figuur is meer van belang, de prikkelgeleiding. De pacemaker, de sinusknoop, die zie je hier. En die genereert impulsen die ervoor zorgen dat de boezems samentrekken. Die impulsen verspreiden zich. En die komen dan terecht bij de AV-knoop. En dat is het groene lijntje in de ECG. Die impulsen gaan door de bundel van His, dus van boven naar de onderkant van het hart. Die zorgen voor een vertraging. En dan komen ze bij de Purkinje vezels. En dan vindt de samentrekking van de kamers plaats van de punt van het hart, dus de onderkant, naar boven toe. En ook deze afbeelding gaat over het ECG. Hij lijkt heel erg op de vorige, zie je wel. Het is ook hetzelfde. Je hebt de P, dat is de depolarisatie van de boezemspier. Dus het samentrekken van de boezemspier, atrium, wordt die ook wel genoemd. En hier heb je de QRS. En de QRS-top, die geeft aan de depolarisatie van de ventrikelspier, oftewel de kamerspier. Dan heb je hier bij T de repolarisatie van de ventrikelspier. En die zie je niet bij de atriumspier. En dat komt omdat die samenvalt met die depolarisatie van de ventrikels. En zo ziet een gezond ECG eruit. En hier zie je een aantal verschillende ECG's. En daaruit is af te lezen voor een specialist wat er met de hartspier aan de hand is. Of er een gedeelte van de ventrikels of de atria niet meer voldoende samentrekt. Bij de bloedverdeling is niet altijd hetzelfde. En dit is dus de reden dat je een dubbele bloedsomloop hebt. Zo kun je dus regelen wat er naar welk gedeelte van het lichaam gaat. In rust wordt er zo'n 5 liter per minuut rondgepompt en zo'n 20-25% daarvan gaat naar het verteringsstelsel. 15% daarvan gaat naar de hersenen en de spieren ontvangen zo'n 15-20%. Dat is ongeveer 1 liter per minuut dus. Wanneer je een inspanning gaat plegen, dan vervijfvoudigt het volume van het bloed dat rondgepompt wordt. Daarvan gaat 3-5% maar naar het verteringsstelsel. De hersenen ontvangen 3-4% en de spieren, het spierstelsel 80-85%. En dat is een 20 liter per minuut, dus een vertwintigvoudiging van het bloed dat langskomt ten opzichte van de rustsituatie. Het verdelen komt tot stand onder invloed van het hormoonstelsel en het zenuwstelsel. En daarmee zijn we het einde gekomen van de 9.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.